Gouda heeft vele bezienswaardigheden waar men de schoonheid op zich kan laten inwerken. Zo is daar de Sint-Janskerk, een ruime gotische kathedraal met de wereldberoemde goudse glazen van de gebroeders Grabet, de glasramen van de meesterglazeniers uit de 16e eeuw. De historie van Gouda zal in de toekomst altijd blijven leven, belichaamd als zij is in het wonderlijk mooie raadhuis. Ook treft men mooie plekjes aan langs de oude grachten en in de straten van het oude stadsdeel, waar men zich terugwaant in de tijd waarin de meesterwerken van de Hollandse schilders zijn ontstaan. Prachtig zijn de oude hofjes, zoals dat van het Catharina-gasthuis, dat nu als museum is ingericht. In de Moriaan, waarin in vroeger tijden een handel in tabak werd bedreven, bevindt zich het enige pijpenmuseum van Europa. Maar Gouda past zich ook aan de ontwikkeling van de tijd aan, getuige vele nieuwe gebouwen. Het nieuwe station. En moderne woonwijken en scholen. De vele industrieën waarin grote bedrijvigheid heerst, nopen tot die doorlopende aanpassing en tot een ruime blik op de toekomst. De omgeving van Gouda is een streek van typisch Hollands karakter. Een streek met prachtige rivieren. Met aan hun oevers mooie oude stadjes als Schoonhoven. Vele gevels in die stadjes herinneren aan oude tijden. Zoals in Oudewater de Heksenwaag. Waar in de middeleeuwen vrouwen werden gewogen die bij te licht gewicht als heks werden verbrand. Nog heden ten dagen kan men een bewijs krijgen dat men zelfs bij zeer licht gewicht niet als heks wordt beschouwd. Zoals reeds gezegd, dit is het land van de molens, die het eigen karakter van het Hollandse landschap accentueren. Het is ook het land van de meren die volop ruimte bieden voor de watersport. Ook dit deel van Nederland is rijk aan landschap, schoon en fraaie boerderijen, waar het oude handwerk van het kaasmaken van vader op zoon, of beter gezegd, van moeder op dochter is overgegaan. De percelen weiland bij deze boerderijen zijn vaak zo uitgestrekt dat de koeien op grote afstand van de boerderij grazen. In de vroege morgenuren of in de late namiddag worden de koeien gemolken. Het machinaal melken vindt steeds meer ingang. De melk moet dikwijls van tamelijk ver worden aangevoerd.
Nadat de melk op temperatuur is gebracht, gaat ze de kaasbak in. Tijdens dit storten meet de boerin het stremsel af. Na ongeveer een half uur heeft het stremsel de melk als het ware omgetoverd in een dikke massa, wrongel genaamd. De wrongel, die in dit geval bestemd is voor het maken van twee kazen, wordt in de kaasvorm overgebracht. Het zuivere natuurproduct staat onder voortdurende nauwgezette controle. Op welke controle het gebruik van het kaasmerk met rijksgarantie is gebaseerd. De kaasvorm wordt onder de pers geplaatst, die de nog achtergebleven wei verwijdert en de kaas de juiste vorm geeft. Regelmatig worden de boerderijen bezocht door de controleur. De controle op hun product is een zaak die de boeren zelf hebben georganiseerd en die er veel toe bijdraagt de naam van het product hoog te houden. De monsters van de kazen worden op het laboratorium van het kaascontrolestation onderzocht en ondergaan daartoe verschillende bewerkingen. En laat er niets mankeren, want hoewel deze controle een eigen boerenzaak is, staan er op overtredingen strenge straffen. Maar keren we terug naar Gouda, waar elke donderdag op het echt Hollandse marktplein door de boeren uit de omgeving de Goudse boerenkaas wordt aangevoerd en verhandeld. Tot ver uit de omtrek komen de boeren hun product op deze markt aanbieden. En elke plaats toont trots zijn naam en wapen.